kant. Dan zou de twee stukken hebben. Mysteria in Aarschot is op een dertigtal minuutjes ongeveer van waar ik woon. En tevens het enige evenement waar ik in de maand mei aan deel zal nemen. Wat is Mysteria? Ik kan het beste beschrijven als Elvia, maar kleiner en Vlaams. Deze keer is het niet met Zilverspoor, met mijn uitgeverij, maar ik ga er geen samenwerking met het Schrijverscollectief. Het Schrijverscollectief, voor de mensen die het nog niet weten, is eigenlijk een groep van auteurs onder de leiding en aansturing van Morgan Blade. Die groep die komt samen en die gaat zelf bekijken welke evenementen wij als auteurs kunnen doen, dus in groep. Waarom is dat zo? Omdat door met meerdere auteurs naar één evenement te gaan, je de kostprijs van een stand wel kan drukken. En daarom bedacht Morgan Blade bij zichzelf, als ik nu het Schrijverscollectief opricht en ik neem verschillende auteurs samen waarbij wij alle kleine standjes gaan doen of af en toe wel eens iets groter, dan heeft iedereen daar wel baat bij. En zo ben ik dan ook in het Schrijverscollectief gerold. Mysteria in Aarschot is een heel fijn evenement waar wij ook ieder jaar naartoe gaan. Een hele leuke groep van organisatoren. Hele leuke mensen daar ook. En de weergoden zijn ons heel gunstig gezind. Want de zon schijnt. Tot straks! Ja, kijk, geen probleem. Kijk, we gaan er uw naam op zetten, papa. Hoe heet jij? Dirk. Kijk, we gaan er uw naam op zetten, Dirk. Voilà. En ik zet er nog een hartje op. Dat is van mijn assistente Jana, die nu naar u aan het knipogen is. Ik mag terug op uw plaats staan. Maar een sprookje begint altijd met er was eens. En eindigt met... Zijn leven nog lang. Ja, maar niet. De 50 euro. Er eens de boel van redden met een kus. Ik ben geen prins, Dirk, ik ben de profiteur. Maar misschien. Maar geef hem ook eens prinsen ook, hè? Nee, ja, maar die heeft al getoond op de kaart. Ja, zit te kloppen op de beker, die luistert niet, maar jij? Oh, ik ben ooit niet terug, ik wil je luisteren. Jij zet misschien wel een prinses, de prinses en de kikker. Kennen jullie dat? Dat gaat niet meer, al die prinsessen zijn naar de vakbond gegaan. Geen enkele prinses wat die kikker nog kussen. Dus de heksen hebben besloten, jij weet dat ook, hè? Om die prins dan maar te veranderen in een kiwi. En daar komt prinses Sarah en ze pakt de prins uit de doos. Kijk. En ze houdt hem vast met twee handen zo.
En ze zegt, oh, dag mijn lieve prins. Ze is een woord aan het zoeken, ja, maar dag mijn lieve prins. Zeg maar. Dag mijn lieve prins. Hij kust hem. Niet te hard. Ja, niet op zijn gat. Op zijn gat. Ja, 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 ja. Ja, allez, kist hem maar. Kist hem maar. Kist hem maar. Op zijn gat. Allee, nu op zijn mond. Dat is dan een mooie. Ja, dom, hè. Geef daar een applaus, want daar was hem gekist. Ik ga mijn mes pakken als ze mij goed. Dan kan ik die kini een steentje geven. Kijk, zie je dat? Maar kijk hoe laat van langs. Ja, dat is een assistent die is erbij voor het verleggen. En het open doen. En het open doen, hè? We gaan iedereen tonen van wie dat gaat doen. Ja. Jawel, dat gaan we nu zien. Dat kan niet. Dat gaan we nu zien. Oh, hij ziet. Jullie hebben het misschien al gezien, achter mij staat een gigantische piratenboot. Die nu momenteel niet open is voor het publiek. Die stond die vorig jaar ook en toen was die wel open voor het publiek. Dus ik hoop dat die morgen beschikbaar is. Daar wil ik wel eens graag op gaan terug. Nu, ik neem jullie even mee naar het podium om te laten zien hoe dat eruit ziet. Mysteria viert nog lekker door tot 11 uur vanavond.
Maar het is nu 9:30 en de meeste stands zijn nu wel dicht of aan het sluiten. Dus ik heb, zoals jullie daarnet hebben kunnen zien, ook al ingepakt. En ik ga jullie nog juist één keertje mee naar binnen nemen om jullie te laten zien hoe mooi het eruit ziet met de verlichting aan. Goedemorgen, we zijn zondag, de tweede dag van Mysteria en tevens de laatste dag. En ik heb mijn spullen al op de stand gezet. Want ja, ik pak natuurlijk alles 's avonds weer met me mee. Maar dat betekent ook dat ik het 's morgens wel terug opnieuw allemaal moet uitpakken. En dat is nu het volgende wat we gaan doen. Mysteria wordt ook langzaam wakker. Er zijn heel veel mensen die hier overnachten. Op het terrein zelf, in tenten. Vooral ook de reenactments, zoals de piraten, de vikings, kelten. Dus je wordt hier eigenlijk wakker, of je komt hier op het terrein met de geur van houtskool, brandend houtskool. Koffie, thee, en je ziet overal wel mensen ontbijten. Dus dat schept wel een hele gezellige sfeer, een hele leuke band met de standhouders op het terrein. En daar ga ik me nu aan toevoegen. Tot straks! En opnieuw vroeg hij, excuseert u mijn moedertje, mag ik een slokje water uit de bron? Als je mij een kus geeft. Hij deed heel erg hard zijn best. Hij hield zijn adem in en hij gaf er vlak naast haar mond toe een kusje. Nee. En hij legde haar in de sneeuw. En zie je, de sneeuw werd gras. En in zijn armen hield hij de schoonste vrouw die hij ooit in zijn leven had gezien. Want de Kaljar was al die tijd al de lentegodin geweest. Zij zijn één en dezelfde. De moraal van het verhaal is: alleen een sterke, rechtvaardige en eerlijke man kan een vrouw verdienen in al haar glorie. De jonge maagd, de volwassen vrouw en de oude vrouw. Het is een cyclus die jullie samen gaan doorgaan. En dat is iets wat ik jullie samen toewens. Elkaars omhelzen voor wie dat je ook bent en elkaar steunen. En van tijd tot tijd is de lentegodin en je geliefde naar boven brengen, net zoals dat jij de groene man in hem naar boven kan brengen. We'll be right back.
7:15. Mysteria gaat ongeveer nog een uurtje verder, maar ik heb ingepakt en ik ben klaar om naar huis te gaan. Het is per slot van rekening vandaag ook moederdag. En dat betekent dat ik moet zorgen dat iedereen tevreden is. En mijn boeken verkopen, daar mag ik zeker tevreden over zijn. Dus nu ga ik de rest van de avond spenderen met mijn gezin. En zoals ik kan zien zijn ook andere mensen aan het inpakken. Want ja, nu, Mysteria is heel leuk, maar tegen de avond toe is het meer gericht op de optredens die er zijn. En dat was echt wel van heel hoge kwaliteit, want we hebben Prima Nocta gehad. Plunder is ook komen optreden. Dus je kan je al wel voorstellen wat voor een fantastische volkssfeer dat hier eigenlijk was. Nu, Mysteria is 1 keer per jaar. Wat betekent dat we nu ook afscheid moeten nemen. Dus bij deze zeg ik dan ook Mysteria tot volgend jaar. Vaarwel. En ik zie jullie terug bij de volgende vlog voor Fantasy Court in Nederland. En dat is ook de eerste keer dat we dat gaan doen met het Schrijverscollectief. Dus ik ben heel benieuwd. Tot de volgende!